When I was 6 years old, I really wanted to play this piece by Chopin, Scherzo number 2. I heard it on the CD player, I heard it on the radio, and I was in love with it. But technically and mentally, it was way beyond my possibilities, way too difficult. In fact, I still had to have my first piano lesson. So I went to my first piano lesson. The lady who gave piano lessons lived across the street. Her name was Lisbeth, and I went to my first lesson. And within 5 minutes, after she had shown me the white keys and the black keys, she asked me, "Daria, can you make your arm all the way from your shoulder, can you make it feel as if there's a waterfall, just water going all the way from here to the tip of your finger to the key?" You know, I was pretty nervous for that first lesson, so I sat there. And she asked me to be like a waterfall. And I immediately relaxed and learned a lesson for the rest of my piano career to completely loosen up my arm because of this metaphor. It was a great metaphor. And metaphors were actually the way that, step by step, many of the pretty abstract things that music kind of wants you to learn, the metaphors help you. I'll give you a couple of more examples. A couple of lessons later, I went again to my teacher, and she said, "Daria, can you take a pencil, and can you put the tip of your finger on the tip of that pencil, as if, mind you, I was 6, as if you give it a little kiss?" So I took a pencil, and I just did, like, with this little tip of my finger, I felt how gently I should kind of touch that, and how gently I actually should touch the key. So with a waterfall arm and this metaphor about the pencil, I already knew how to play. Without doing like this, which, you know, also could have happened. It was a great metaphor. A couple of years later, again, I went to another teacher. I went to the conservatory for young talents, and the method of teaching didn't stop. My teacher said, "Daria, have you seen an orchestra, and have you seen the conductor?" And I said, "Yeah, I have seen an orchestra, and my mom would take me to concerts. Can you, the piece you just played for me, can you stand in front of the mirror and act as if you are a conductor?" So I felt a bit awkward, but here I went, and I went like, oh, it's all big movements, and, you know, I conducted this, and I conducted that, and all like that. And she made me feel how the lines in the piece that I was playing, how it felt. So again, I went to another teacher a couple of years later, and he said, "Daria, can you play as if you are singing a melancholy song?" And actually, in the meantime, somebody's every time confirming what you're saying. And your left hand is like a boat that gently, gently rocks. I don't know, imagine in Venice a gondola that quietly goes over water. So you have. Thank you.
end, she actually taught me how to play this piece. And hundreds and hundreds of metaphors during the years came my way and sort of made me feel, not just, you know, not cerebrally, but made me feel how music would work. And the great thing about metaphors is not just how they make you feel, but they actually inspire. So I thought about it a lot lately. How they inspire. I play a lot of Mozart these years, and it's made me think, how can I make you, the audience, not just by playing, but kind of make you see what elegance in the music of Mozart is. And I decided to make a movie, and I'd like to share that with you. Hier is het. Een oude partituur. Ik was 11 en ik had mijn eerste Mozart pianosonate opgekregen. En ik weet nog dat ik naast mijn lerares zat achter de piano. En zij mij vroeg om letters zo mooi mogelijk op te schrijven. Zo sierlijk mogelijk te kalligraferen. Even kijken waar het staat. Ja. Hier, bij het eerste thema. Bijvoorbeeld de letter D. Beetje zo'n zwaar. Of de letter P naar beneden, maar ook weer omhoog. En alles om mij te doen voelen wat het is als je ergens de nadruk op legt en weer loslaat. Tja, la da di da la, ja da di dam pa, dam di ja di, ja da di da. En dat liet ze me dus met die letters. Leerde me dat voelen. Ik heb volgens mij ergens nog geoefend. Grote letters. Ik vond het verschrikkelijk eng om een cd te maken met Mozarts muziek, omdat alles transparant is. Elke noot heeft een logisch gevolg aan een andere noot. En als het net even niet lukt, dan is dat ook meteen is de muziek verpest. Dan lukt het gewoon niet. Soms is het niet zo mooi uitgevoerd en heel beetje plat. Ja, dan denk ik, god, wat jammer. Dan vind ik het echt jammer. Dan is dat niet. Dan voel ik alsof de helft van mijn zintuigen maar wordt gebruikt. Het verschil met een draaiorgel is eigenlijk dat daar niet de volgende noot logisch voortvloeit uit de vorige. Dat is geprogrammeerd. Dat is mechanisch. Dat kan wel. Ze kunnen hem iets zachter maken. Maar de echte menselijkheid, levendigheid ervan en dan de hele zin ook, hè? Niet alleen die twee noten, dat krijg je niet op die meest perfecte manier uit een draaiorgel. Denkt over die letters weer, dat kalligraferen van een lijn die
met zwaartekracht daarna weer vloeit in de rest van de letter. En die letter die gaat naar een andere letter. Zo krijg je alweer een woord. En je krijgt daarna een hele zin. Dat is eigenlijk precies wat er bij Mozart ook gebeurt. En het zijn soort natuurwetten die Mozart werkelijk ideaal weet te beheersen. En er is nog zo'n lijn die dat ontzettend mooi illustreert. Bijvoorbeeld in dit thema, is het rondo, in A klein. Deze lijn gaat omhoog. En ontspant. Misschien komen we hier wel bij een punt. En als je de linkerhand erbij speelt, dan wordt het zo. Dit is eigenlijk precies zo'n moment. Ik speel een paar keer een noot. Die noot precies het niveau, het is dezelfde noot, maar je kan ze niet. Dan sla je het eigenlijk dood. Ik kan alleen maar die klank krijgen als ik geen weerstand bied. Deze lijn echt goed spelen en vloeiend en vooral elegant als ik het juiste gewicht geef. En dat is dus zo mooi van Mozart, dat hij je vraagt eigenlijk niks lelijks te doen. Hij wil alles mooi en daarvoor is alles en heeft een bepaalde elegantie.